Als je je niet veilig voelt, dan voel je je niet lekker in de samenleving. En je kan het ook zo zeggen, als je je niet veilig voelt, dan voel je je niet thuis. Veiligheid is een essentieel kenmerk voor de wijze waarop onze samenleving is ingericht. En we weten allemaal dat het veel makkelijker is om te zeggen dat die veiligheid er moet zijn, dan om te organiseren dat het ook werkelijk gebeurt. En ik heb de afgelopen tijd, ook in de hele verkiezingscampagne, heb ik daarbij een paar forse verwijten gekregen. Mark Rutte die heeft tegen mij op een gegeven moment gezegd, volstrekt helder en duidelijk, Amsterdam is onveiliger geworden. Heeft hij gezegd in dat radiodebat. En een tijdje later heeft ook Geert Wilders, die zei tegen mij, nou, laten wij ons toch in godsnaam ervoor zorgen dat de puinhoop dat die Cohen heeft gemaakt in Amsterdam, dat dat er niet toe leidt dat we diezelfde puinhoop in heel Nederland krijgen. En dus was ik niet ontevreden toen ik vanmorgen deze krant opsloeg. Amsterdam veiliger onder Job Cohen. Nou was dat voor mij geen nieuws. Dat wist ik. Dat wist ik. Maar wat veel interessanter is, dat is ook dat hierin nog in staat dat Amsterdam ook relatief veiliger is geworden. Dus dat Amsterdam het daar beter is gegaan dan in een aantal andere steden. Ik geloof niet dat Den Haag erbij stond. Nee, natuurlijk niet. Maar er staat hier, en ik zou voor één keer ook nog weer zeggen, koopt morgen de AD. AD misdaadmeter, hoofdstad scoort in 2009 beter dan de landelijke trend. Dus ik geloof dat dat wel een antwoord is. Een antwoord op de vraag van wat heeft die man nou daar in Amsterdam uitgespookt.